Deze schilderij met de klok op 7 uur. Ben jij een kat? Hey! De laatste tijd gaan er een nieuwe soort games rond. Het zijn games waarin je in een ruimte loopt en elke keer dat je er loopt, moet je iets vinden wat er niet hoort. Denk je dat de ruimte exact hetzelfde is, dan moet je doorlopen en ga je naar het volgende niveau. Maar zie je iets raars en denk je dat dat er niet hoort, dan moet je teruglopen. En als je de verkeerde kant op loopt, dan heb je dikke vette pech. En vandaag ga ik dus zo'n game een keer spelen, omdat ik gewoon benieuwd ben hoe het is. Een van de populairste games is Exit 8. Die heb ik niet gespeeld, maar als ik dit nou leuk vind, dan ga ik die misschien ook nog wel spelen. En waarom komt er een kat naar mij toe? Lopen. Wat is dit? Kat? Kijk, ja, hier ben ik dus best wel slecht in, want nu moeten wij vandaag heel erg op details gaan letten. En die kat, die loopt gewoon. Ja, gaat niks doen, oké? Is dat zo? Dat is zo. Jij loopt gewoon. Dus we moeten alles in de gaten gaan houden van, goh, hoe groot zijn de tegeltjes? Hoe ligt het kleedje? Die ligt niet netjes. We hebben hier een schilderij van kippen. Ik zie een kip! Ze liggen er wel een beetje raar bij, die dieren. En hier hebben we weer een schilderij en hier hebben we nog een schilderij. En dit moet ik dus allemaal gaan onthouden. Dat bijvoorbeeld hier een standbeeldje staat, hier een kistje. En hier weer een standbeeldje. En dat het kistje geel is. En deze is bruin. En deze is soort van steenachtig. De klok staat op 7 uur. We hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 van die lichtdingen. Die hangen trouwens ook heel raar. Maar goed. Hier hebben we nog een schilderij. De klok 7 uur. Hier hebben we nog een schilderij. Nog een schilderij. Wow, dit zijn echt veel dingen waar je op moet letten. We hebben hier 3 deuren aan deze kant. Hier hebben we weer een kastje. Dus 3 deuren, 2 kastjes. Met een LP-speler. Een cactus en een boek. En nog een schilderij. Maar hoeveel schilderijen hebben we recht? Rechts hebben we 1, 2, 3, 4 schilderijen. Links hebben we er 2 en een klok. 3 kleedjes. Oké, laten we eens gewoon kijken of ik dit kan. Stel, ik loop door. Wat hebben we? Oh, wat hebben we hier? Stay alert to anomalies. Ja, dat is wat ik net heb uitgelegd. Oeh, er zijn 8 kaarsjes. Oh nee, dit gaat mij nooit lukken. Oké, dus stel ik ga door. Dan zou hier nu precies dezelfde ruimte moeten zijn. Oh. We hebben 3 kleedjes. Die kat die komt. We hebben 3 deuren. We hebben 2 schilderijen en een klok die op 7 uur staat. En hier hebben we dit schilderij klopt. Dit klopt. Dit klopt. Die klopt. Oh, dat is die kat. Ik dacht, ik hoor die voetstappen. Dit klopt. Ik weet niet of dat laatste schilderij klopt. Waarom ga ik nu al de mist in? Zullen we doorlopen? Ik heb geen idee. Ik heb niet goed opgelegd de eerste keer. Was dit goed? Ja, er staat een kaarsje aan. Oké, dus deze ruimte die was goed. Als ik het dus niet goed had gehad, dan was dat kaarsje niet aangegaan. Oké, dan gaan we nu door. Dit klopt natuurlijk niet. Hier klopt helemaal geen hond van. Ik hoop trouwens niet dat ik dood wil gaan in zo'n spel. Nou, laten we teruggaan. Als ik nu terugga, dan staan hier 2 kaarsjes nu aan. Nou mensen, dit is dus het spel en nu moet je bij 8 komen. En ik ben echt te dom om te... Oh, discovered your first anomaly. Oké, ja, dat was dus goed inderdaad. Oké, nu moeten we heel goed gaan opletten op wat er gaat zijn en zo. Waarom heb ik het gevoel dat mijn camera anders is? Kan dat... Ik weet niet of dat kan kloppen. Oké, dit lijkt normaal. Die kleedjes lijken normaal. Die kat is... normaal. Ik heb wel niet gelet hoe die kat eruit zag. Ik denk dat jij normaal bent. Dit klopt. De klok staat op 7 uur. Dit klopt ook. Dat schilderij klopt. Oh, dat is dat vieze geluid dat die LP-speler. Voor mij klopt deze. Of ben ik dan te overmoedig dat deze klopt? Oh, moet ik ook op de deuren letten? Zouden de deuren ook kunnen veranderen? Maar dat kan ik toch niet zien? Ik denk dat het klopt. Als het niet klopt, dan was mijn camera het. Het klopte. Oké, gelukkig. Ik ben benieuwd hoe snel ik dit kan oplossen. Hoeveel fouten ik maak voordat het opgelost is. Oké, die kat loopt gewoon normaal. Hier is een deur. 3 deuren. Dat klopt. 2 schilderijen met de klok op 7 uur. Ben jij een kat? Hey! Bro, ik kan er niet naar binnen. Maar dit is dus niet normaal. Nu gaan we terug. Bro, waarom was dat zo achterlijk luid? Even serieus. Waarom was dat zo luid? Het was wel goed. We zijn halverwege. Hey, misschien dat ik het gewoon in één keer kan klutchen, mensen. En dan ben ik pro in deze game. En dan ga ik elke game die er zo gemaakt is, ga ik spelen. Oké, dat beloof ik niet. Hou me er niet aan vast dat ik echt al die games moet gaan spelen. Maar dan ga ik mijn... Waarom loopt die kat door? Waarom loop jij... Stop je daar? Ga je daar gewoon zitten? Oh, lieve kat. Ik hoop niet dat er iets met die kat gaat gebeuren. Trouwens, want dan ga ik een mailtje sturen naar de gamemakers van, yo, deze kat ging dood in jullie game en hoe durf je? Oké, de kat leeft nog. Hij is daar. We hebben hier een deur. Schilderij met de kip. Schilderij. Doosjes. Standbeeldjes. Klopt. Klok 7 uur. Schilderij. 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 Is zij normaal? Hoi. Ik denk dat zij normaal is. Ik heb niet gekeken naar gezichten en zo op het schilderij. Ik weet niet of dat ook moet. Dit staat goed. Die deur is nu goed. De kleedjes zijn goed. Dit schilderij is goed. Denk ik. Ik ga dan alles twijfelen, mensen. Ik ga door. Ga ik door? Ja, ik ga door. Oh, het was goed. Eigenlijk moet je niet gaan twijfelen aan jezelf. Maar dat doe je automatisch bij dit soort dingen. Oké, kat, kom er tevoorschijn. Oké, daar is de kat. We hebben een deur. We hebben een schilderij. We hebben de standbeeldjes. We hebben nog een schilderij. We hebben een doosje. Die staat ook goed. Klok staat 7 uur. Dit schilderij is goed. Dit schilderij is goed. Dit schilderij is goed. Kat. Kat is goed. Deur doet normaal. Dit ligt normaal.
Dit schilderij staat naar voren. Dat klopt niet, denk ik. Nee, oh, die staat ook naar voren. Oh, dat kan dus wel. Oh, nee, als dat een verschil gaat zijn, ga ik echt huilen als ik hierdoor afga. Ik wist niet dat het kon. Kijk, deze die hangt ook een beetje. Deze niet. Die hangt echt. Die zit daarboven niet vast. Maar zat deze altijd dan niet vast? Ik weet het niet. Kijk, het zou natuurlijk makkelijk zijn als ik de opnames zou pauzeren en terugkijk. Maar dat is niet leuk. Maar ik denk dat dit al zo was. Maar dan moet ik dus nu wel goed in de gaten gaan houden dat het ook zo hoort. Dat het is dat niet dat het zo hoort, maar dat het zo blijft. Ik ga door. Als het niet is, dan teken ik die L en dan... Het was het wel. Oké, dan moet ik dus nu goed in de gaten houden van... Yo, dat schilderij, dat hangt een beetje. Die eerste en die laatste, die hangen. Dat kan toch niet zo makkelijk zijn dat ik het nu in één keer haal? Dat geloof ik gewoon niet. Hier hebben we 3 deuren. 2 schilderijen daar. 4 staat daar. Oké, deze klopt. Nee, het doosje is anders. Het doosje is anders. Zullen we even kijken of er nog meer iets anders is? Of dat echt... Is het alleen de kleur van het doosje? Kijk hoe sneaky ze zijn. Oké, maar ik weet het wel dat het een geel doosje is. Dus die klopt niet. Die klopt niet. Yo, ik hoef er maar 1. Oké, er staat heel veel druk op deze nu. Heel veel druk. Deze moet ik goed doen. Als ik dit fout doe, dan hoor ik een raar geluid. Ik weet niet of dat ook kan. Klok staat 7 uur. Dit is allemaal goed. De kat is... Goed. Dit is goed. Dit is goed. Waarom lijkt het alsof alles goed is? Dat vind ik niet leuk bij mijn laatste. Bij mijn laatste had ik juist graag eentje gehad die niet goed is. Waar je aan het goed kon zien. Ik ga door. Alles of niets. Alles of niets. Niets. Are you shitting me? Wat was er anders? Wat was er anders? Kan ik dat nu nog zien? Is het wel het geluid hier wat anders is? Waarom kan ik helemaal teruglopen? Kijk, hier is de kat. Ah, maar de kaarsen staan hier ook weer. Nee, bro, hoes. Even oprecht, wat was er anders, mensen? Als jullie het weten, laat het alsjeblieft weten in de comments. Ik ga door. Ik moet dit halen, dit spel. Ik kan dit niet halen. Hoi, kat. Oké, deze is goed. Ja, nee. Ja, wel, deze is wel goed. Ja, nu is er weer 1 kaarsje aan. Bro, hoe had ik die laatste niet? Wat was er anders? Ik zou zo graag willen... Wat is... Is dat normaal? Hallo? Bent u... Oké, je gaat verder niks doen. Weet je, ik ga terug. Ik zie het al. Dat is niet normaal. Oké, wat is hier anders? Gaat sowieso weer iets anders zijn. Die kat is hetzelfde. Dit is allemaal hetzelfde. De klok slaat 7 uur. Een soort van 7 uur. 1 over 7. Dit lijkt mij toch wel allemaal hetzelfde. Ik wil niet heel vervelend doen, maar dit lijkt mij allemaal hetzelfde. Dus we gaan door. Het is hetzelfde. Goed, goed. 3 van de 8, hè? Net zetten we 7 van de 8 en toen gingen we af. Dus het moet wel goed gaan. Anders word ik heel verdrietig. Oké, de lampen kloppen. Deuren kloppen. Tijd klopt. Schilderij klopt. Dit klopt. Kat klopt. Tapijten kloppen. Dit klopt gewoon. Toch? Toch? Dit klopt. Ja, dit klopt. Oké. Waarom loopt die kat daar nu al? Dit klopt niet. Dit klopt niet. Die kat die kwam niet om het hoekje gezet. Die kat die... Is een andere kleur. Andere kleur kat. Oké, kat. Jij bent boos hier zo. Ik wil niet te dicht bij jou in de buurt komen, want anders ben ik helemaal de sjaak. Goed, we hebben het goed. Het was de kat. Oké, wat is er nu anders? Hoeveel lampen hebben we? De kat die komt. We hebben 6 lampen. Ja, we hebben 6 lampen. Dit klopt. Die schilderij klopt. De tijd klopt. Dat schilderij klopt. Die kloppen. Dat klopt. Dit klopt. Kat klopt. Deur klopt. Mijn hart klopt. We gaan. Oké. Het is goed, het is goed. Ik weet niet waarom, maar dit sfeertje is gewoon creepy of zo. Het is niet een lekker sfeertje. Hallo kat, ben jij normaal? Ja, jij bent normaal. De deuren kloppen, de tijd klopt, de schilderij klopt, dit klopt. Is daar een kip? Ja, ik hou ook... Kijk, dit is die kip. Die hou ik gewoon in de gaten en dan komt alles goed. Als die kip opeens gaat bewegen, dan weet je dat het foute boel is. Maar dit klopt allemaal. Dit klopt. Mensen, we zijn weer terug bij het moment dat ik er nog maar 1 hoef. Het is niet een heel moeilijk spelletje. Dus je zou zeggen dat dit goed moet komen. Toch? Ja, kijk, easy. Easy clap. Dit tapijtje is anders. Ik heb hem. Nu heb ik het gehaald, toch? 8. Wat is er nu anders dan? Wat is er nu? Waarom is dit er weer? Waarom ben ik niet weg? Ik weet niet of die hangt. Bro, waarom ben ik niet klaar? Moet ik letterlijk 9? Oh, nu ben ik teruggegaan. Oh nee, ik weet niet of dit goed... Oh, mijn hoofd. Ik krijg echt pijn hiervan. Ik weet niet of deze schuin moet hangen. Dat weet ik echt niet. Daar heb ik niet op gelet. Dus de uitgang, die moest dus wel schuin hangen. Wacht, als ik dan hier nu wegga, ben ik dan vrij? Ben ik weer in de vrijheid? Ben ik uit de loop? Ik ben uit de loop. Wacht, the end of the beginning. Ik hoop niet dat dat betekent dat er meer is. Ja, er is dus wel meer. Ik weet niet of er nog meer anomalies zijn. Oh, er zijn er echt onwijs veel meer. Oké, dus deze hebben we gehad. Dat zijn er niet heel veel. Maar wat betekenen deze... deze getalletjes zijn gewoon hoeveel er zijn. Het zijn er 30 in totaal. En ik heb er 6. Dat is echt niet heel veel. Oké, maar ik wil nog wel nieuwe anomalies vinden. Dus kom maar op. Even kijken, ik moet goed kijken. Die hangt dus ook schuin. Dat wist ik niet eens. Dit is... Wacht, moet de eerste niet altijd normaal zijn? Omdat je moet weten wat je moet kijken. Kijk, het scheelt wel dat we nu al vaak hier doorheen gelopen zijn. Dus op een gegeven moment ken ik deze kamer gewoon uit mijn hoofd. En als er maar 1 pixel is er anders, dan weet ik het al te vinden. Hij was niet goed! Wat was niet goed? Wat was er niet goed?
Huh? Nou, dan weet ik het ook niet hoor. Laat maar even zitten. Ik loop even door. Dit kan niet. Dit is gewoon een foutje in de game. Dan hebben we die kat. We hebben de deuren. We hebben de schilderijen. Hallo kat. Maar alles hier klopt. Dit klopt. Dit klopt. Hoezo gaat die kaars niet aan? Oh, nu is hij aan. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. En nu? Dit is allemaal normaal. Tijd is normaal. De schilderijen zijn normaal. Kat is normaal. Als de kat normaal heeft, heeft hij een ander kleurtje. Dat weet ik niet. Die kat die lijkt zo erg... Maar waarom? Waarom doe je dat? Waarom zou je dat doen? Heb ik nu een nieuwe anomaly? Ja, Spectral Melody. Waarom? Waarom is dat zo? Dit is allemaal normaal. Dit is allemaal normaal. Het is normaal. Tijd is normaal. Dit is normaal. De deuren zijn normaal. Hoop ik voor ze. Kleedjes zijn normaal. Lampen zijn normaal. We kunnen door. Easy peasy lemon squeezy. Wat? Voor mij had ik net heel veel mazzel. Want ik snap niet waarom nu ik het opeens niet meer kan. Dit is normaal. Ga ik er te snel doorheen nu? Oké, deze was goed. Ja, oké, dat wist ik. Gaan er nu weer dingen anders zijn? Het moet toch wel dat er dingen anders zijn op een gegeven moment. Maar ik weet niet wat ik moet kijken. Dat is wat het lastig maakt. Je weet niet wat je in de gaten moet houden. Maar dit lijkt ook gewoon weer normaal. Dus ik word gek. Moet ik kijken naar de gezichten op de schilderijen? Kunnen die veranderen? Nee toch, dit is gewoon normale. Kijk, ik moet ook niet dingen zoeken die er niet zijn. Maar dat gebeurt gewoon. Ja, nee. Nee, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. En hier? Komt die kat? Oké, eerst gewoon dat die kat afwachten. Die kat, die moeten ze in leven houden. Dus dan kan er toch niks gebeuren. Hallo, kat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is normaal. Hij was normaal. Oké, lekker voor je. Oké, ik weet niet of het altijd al is. Maar deze lijken de kleedjes niet goed te liggen. Als in... Deze lijkt niet in het midden te liggen. Maar is dat altijd zo? Want dat weet ik niet of mijn hoofd dat wel goed heeft gekeken. Zullen we teruggaan? Ik ga terug. Nee, dat is altijd al zo? Boah, serieus? Ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek. Ja, dit is niet normaal. Dit hoort hier niet. Dat weet ik zeker. Dus een schilderij dat kan ook veranderen. Kijk, dat is wat het moet zijn. Maar voor mij is deze wel normaal. Ja, deze is normaal. Ik wil dit gewoon even halen, weet je. Het is niet heel moeilijk, zou je denken. Ik dacht, ik haal het gewoon nog een keer. Dan heb ik al die anomalies. Die heb ik er ietsje meer dan 6, weet je wel. Maar het wil niet heel erg goed lukken. Niet zoals ik in gedachten had van, yo, ik klaar dit even. Ja, dit weet ik wel dat dit niet klopt. Dat is een klok die niet werkt. En ik had een klok die zei 1 over 7. Jammer joh, ik ben alweer op de helft mensen. Ik voel dat dit hem gaat worden. Even kijken. 3 kleedjes. 6 lampjes. We hebben de kat. We hebben het schilderij hier. Schilderij daar. 7 uur. Schilderij daar. Schilderij daar. Schilderij daar. De deur. Dit ligt goed. We hebben de kat, die is goed. We hebben dit. Die hangt. Dat is goed. Die hangt. Dat is ook goed. En die hangt ook schilderij. Ze hangen allemaal, maar eentje die kiept zeg maar net meer. Dit is gewoon goed. Dit is echt gewoon goed. Oké, hij was goed. Oké. Oh, mensen. Mijn brein, die moet groeien. Ik moet even kweken. Ik moet hersencellen hebben. Doneer een hersencel hier beneden, want anders lukt het mij niet. Maar kijk, die kat die is goed. Dit is goed. Dit is goed. Is het weer goed? Het kan dan niet zo vaak goed zijn achter elkaar. Het was ook goed. Oeh, nog twee. Ik kan dit toch niet verpesten. Ja, eigenlijk 3 volgens mij. Ja, hier mist het ding. Dit ding mist. Gelijk terug. Niet verder kijken. Gelijk terug. Nog 1 kaarsje, mensen. Nog 1 kaarsje. Wat is hier? We hebben 3 kleedjes. We hebben 6 lampjes. We hebben een schilderij hier met de kip. We hebben de deur. We hebben een schilderij daar. We hebben de klok. We hebben een schilderij daar. 2 schilderijen hier. Die zijn oké. Dit is oké. We hebben de deur. Waar is de kat? Waar is de kat? Er is geen kat. Het allerbelangrijkste. Hoe kan ik de kat nou weer vergeten? Oké, terug. 8 kaarsjes. Dit moet nu goed zijn dan toch? Ja, de kat is daar. Voor mij kan ik hier doorlopen. En dan is om het hoekje de uitgang. Denk ik. Ik denk dat deze gewoon goed moet zijn. Deze lijkt ook helemaal goed. Hebben we de uitgang nu? Wat? Wat was er anders? Wat was er anders? De LP stond niet aan. Dat is er serieus ook één. Dat poepgeluid heb ik de hele tijd gehoord. En nu, ik miste het gewoon niet eens. Zie je wel? Ja, als ik nu deze kant op ga. Ik heb het gewoon al geactiveerd. Dus het maakt niet uit. Ik ben al mijn kaarsjes weer kwijt. Ja, kijk, kat, je zit hier ook. Teleurstellend, hè? Teleurstellend is het leven. Dat hoort niet. Dat hoort niet, kat. En hier mis ik een deur. Oké, dat hoort ook niet. Goed zo. Dus ik ben weer op de helft, oké? Ik heb weer 4 kaarsjes. Hier mist de cactus. Dit klopt ook niet. Ik ben er wel achter gekomen dat het niet echt horrorspel is. Er zijn gewoon een aantal dingen, geluiden waarvan je kan schrikken. Het is meer een soort van gebruik je brein, waardoor je in zo'n focus komt dat... Als je zeg maar verstoord wordt uit je focus, dat je dan heel goed kan schrikken. Zoals door, ja, plotselinge harde geluiden of zo. Daar kan ik heel goed van schrikken dan. Kat?
Oh, daar is de kat. Oké. Okay. En is weer eentje. Eentje. Eén kaars. We hebben 3 kleedjes. 6 lampjes. We hebben de kat. We hebben de deur. We hebben het schilderij. We hebben het schilderij. We hebben de items. We hebben de tijd. De klok. 2 schilderijen. We hebben nog een schilderij. We hebben de deur. De LP staat aan. Die is goed. Die is goed. Die is goed. Alles klopt. Klopt alles? Alles klopt. Oké. Okay. De laatste. Ik moet het nu niet verpesten, mensen. Deze moet ik goed in de gaten houden. 3 deuren. We hebben de kat. We hebben jij. Jij hangt er. Tijd. Jij hangt. Jij hangt. Jij hangt. De deur. We hebben dit. We hebben de LP-speler. We hebben alle schilderijen, alle lampen, alle kleedjes, alle deuren. Mensen, als het nu niet goed is, dan word ik gek. Dan draai ik helemaal door. Kom op. Alsjeblieft, laat het goed zijn. Maar wat? Wat was er anders? Oprecht, wat is er hier anders? Mensen, ik vind het helemaal goed met het spel. Mijn hoofd, joh. Mijn brein heeft overuren gedraaid en ik snap er niks van. Het lijkt ook allemaal op elkaar. Waarschijnlijk zit er ergens een schuurtje in de tegel en dat was het gewoon. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden en klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Joejoe!